Vandaag is het dag 4 van het EK en vandaag speelt België voor de eerste keer. Dus hoe denk je, ik als Belg, zou supporteren van België? Niet helemaal. Ik heb zelfs niet eens een Belgisch voetbalshirt. Dus ja, heb ik maar dit van Spanje aangedaan. Want Spanje speelt vandaag ook als uitredend kampioen. Gaan ze hun titel verlengen? We zullen het wel zien. Ik heb gisteren mijn voorspellingen gedaan. Veel heb ik er niet van terechtgebracht. Ik dacht dat Turkije-Kroatië 0-3 zou worden. Is 0-1 geworden. Polen-Noord-Ierland dacht ik 2-1, was 1-0. En Duitsland-Oekraïne dacht ik 2-0 en die uitslag was 2-0. Vandaag speelt België, maar dat is pas vanavond om 9 uur. Het is eerst Spanje-Tsjechië, dan Ierland-Zweden en dan dan België-Italië. Ik kan dus ook perfect voor Zweden supporteren. Het is al een ouder shirt, maar het doet er niet toe. Of supporter ik voor beide. Spanje, Tsjechië, denk ik 2-0. Ierland, Zweden, denk ik 1-2. En België, Italië, denk ik 1-2. Veel mensen zouden mij zot verklaren dat ik tegen België ben. Zo ben ik nu eenmaal. België is niet mijn favoriete ploeg op het EK. En als ze vandaag verliezen, dan zal de euforie al veel minder zijn. Daarom verkies ik toch dit Spaanse shirt boven het Belgische of het shirt van onderlicht dat ik net aan had. We zullen wel zien of mijn voorspellingen uitkomen. Maar het leuke is, ik kijk naar elke wedstrijd wel uit. En ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te zien als ik kan. Dus later!